Goeiedag, mijn naam is Frits de Mul en dit is een presentatie over de oerknal, de Big Bang en wat daarna is gebeurd. Meer informatie kan gevonden worden op deze website. De inhoud van deze presentatie is eerst geschiedenis van de wetenschap hierin en een overzicht. Vervolgens fysische achtergronden over atomen en straling. Dan ontwikkeling en details. En vervolgens de situatie nu. Eerst de geschiedenis en het overzicht. Eerst een overzicht. In het begin waren er kwantumfluctuaties. En vervolgens is er zeer snel een geweldige inflatie opgetreden. Waarvan we nu nog het nagloeieffect zien. Daarna begon de expansie. En die begon met donkere tijden, het heelal ondoorzichtig. Vervolgens kwam het begin van de eerste sterren. De sterren groeperen zich, trekken samen en je krijgt uiteindelijk sterrenstelsels. Het heelal is nog steeds aan het expanderen, zoals je ziet. Dit is een tweedimensionale weergave van een vierdimensionaal gebeuren, drie dimensies in de ruimte en één dimensie in de tijd. Eerste geschiedenis. Voor Christus hadden we Aristoteles met zijn geocentrisch wereldbeeld, met de aarde in het midden. En dat heeft heel lang bestaan, maar rond 1600... kwamen Copernicus en Galilei met hun heliocentrisch wereldbeeld, met de zon in het midden. En Newton met de drie wetten van de zwaartekracht. Rond 1900 ontwikkelde Einstein een statisch heelalbeeld. En rond 1905 kwam de ontwikkeling van de kwantummechanica. Ook in die tijd de speciale relativiteitstheorie van Lorentz en Einstein. Daarna een belangrijk punt in de experimentele astronomie, namelijk de ontdekking van de spectrale roodverschuiving. In 1915 de algemene relativiteitstheorie met ruimtekromming als alternatief voor massa. En in 22 opperde Friedman het idee van, dijt het heelal misschien wel uit? En in 24 werd dat bevestigd door Hubble met zijn wegvluchtende sterrenstelsels. In 26 kwam Heisenberg met zijn onzekerheidsrelatie. En in 27 Lemaître met de uitdijing, aantoning van de uitdijing. In 29 de wet van Hubble, waarbij de snelheid en de afstand gekoppeld zijn. In 31 kwam Lemaître opnieuw met de Big Bang. Daarna stapelden zich langzamerhand de bewijzen zich op. Penzias en Wilson met de achtergrondstraling. Penrose en Stephen Hawking met het idee van zwarte gaten. In 1970 is de Big Bang ook inderdaad aangetoond. Maar men zat toen nog met het probleem van hoe kan het heelal zo snel zo groot geworden zijn. En toen kwam Guth met het idee van de inflatie. Dat heeft een groot aantal nieuwe ontwikkelingen ingezet die uiteindelijk geculmineerd hebben in de ontdekking van het Higgs-deeltje in 2012. Even een intermezzo. Sterrenkunde werkt met hele grote getallen en hele kleine getallen. Dan zit je natuurlijk met al die nullen. Hoe schrijf je dit nou handig op? Nou, we beginnen met 10 kwadraat en dat is 100. 10 tot de derde is 1000. En 10 tot de vierde is 10.000. En steeds maar door. Aan de andere kant, 10 tot de eerste is dus 10. Dus telkens een factor 10 omlaag. Dus dat betekent dat 10 tot de nulde is dus niet 0 zoals je zou denken, maar 1. En dus 10 tot de macht min 1 is 1 tiende. 10 min 2 is een honderdste. En 10 min 3 is 1 duizendste. 10 min 4, 1 tienduizendste.
Nou, nog eventjes de machten van 3. Dan krijgen we 10 tot de 6e, 10 tot de 9e, 10 tot de 12e. 10 tot de 0e was 1, 10 min 3, 10 min 6, 10 min 9, 10 min 12. En daar zijn speciale namen aangegeven. 1000 is kilo, 1 miljoen is mega, 1 miljard giga en 1 biljard. Nee, 1 biljoen is tera. Want dit is een 1000ste, 1 miljoenste, 1 miljardste en 1 biljoenste. Dus dit getal hier, dat staat voor 842 miljoen meters. Dus dat is 842 maal 10 tot de 6e meter. En je kunt dus zeggen, dat is 842 megameter. En hetzelfde kun je doen voor de andere kant, de kleine getallen. Je krijgt dan 842 nanometer. Nu gaan we naar de fysische achtergronden. De hulpmiddelen die we daarvoor impliciet zullen gebruiken, zijn de relativiteitstheorie. En dan speciaal voor de lichtsnelheid, de algemene relativiteitstheorie, waarbij massa en energie en zwaartekracht koppelen. De kwantummechanica voor het kwantumgedrag bij het begin van het heelal en de onzekerheidsrelatie. Het heelal blijkt te zijn opgebouwd uit straling die vervolgens subatomaire deeltjes en gewone deeltjes heeft gevormd. Die groeperen zich tot atomen, vervolgens sterren en uiteindelijk sterrenstelsels. En dat betekent dat we eerst wat achtergrondinformatie moeten leveren over deeltjes, atomen en deeltjes en straling. We beginnen met het atoom. Er is een atoomkern en daaromheen cirkelen elektronen. Dit is een versimpeld beeld. Die banen zijn ook niet zo zoals hier getekend. De kern bestaat uit protonen en neutronen. En wat zijn de verschillen? Een proton heeft een massa 1 en lading plus 1. Een neutron heeft ongeveer praktisch dezelfde massa, maar geen lading. En een elektron heeft een veel kleinere massa, ongeveer 2000 keer kleiner. En een min 1 lading. Nou, protonen in de kern stoten elkaar af, want ze zijn allemaal positief. En je hebt dus lijm nodig om de boel bij elkaar te houden en daar zorgen neutronen voor. De kleinste atomen. Het aantal protonen in de kern loopt langzaam op. Hier staan de namen van de elementen die daarbij horen en de symbolen. En hier is de benodigde productietemperatuur. Bijvoorbeeld helium kan gemaakt worden in onze zon. Maar voor zuurstof heb je al een zware ster nodig. En dat betekent dat de temperatuur zo oploopt. Voor zwaardere elementen heb je steeds hogere temperaturen nodig. En dat betekent steeds hetere, dus steeds zwaardere sterren. Stabiele kernen, die hebben ongeveer evenveel protonen als neutronen om de boel bij elkaar te houden. En als dat niet het geval is, dan heb je instabiliteit en radioactief verval. Hier hebben we de kern opnieuw. En de elektronen eromheen. De afmetingen, wat is dat ongeveer? Nou, een atoom is ongeveer 1/100ste tot 3/10e nanometer. En een nanometer is 1/1000ste micrometer. Dus 1 miljoenste millimeter. En de kern is nog een keertje 10.000 keer kleiner. En de rest is lege ruimte. En om een indruk te krijgen van de grootte, moet je denken aan een zandkorrel van 1 millimeter die zich bevindt in een kamer van 10 bij 10 bij 10 meter of zo. In de kern zitten de protonen en de neutronen. Maar dat zijn geen massieve deeltjes. Die bestaan elk weer uit
kleinere deeltjes. En die kleinere deeltjes heten quarks. En die kleinere deeltjes geven de protonen en neutronen massa en lading. En de quarks en de nuclei worden bij elkaar gehouden door wat heet gluonen, ofwel de sterke kernkracht. Nu over een beetje over straling. Golven, daar hebben we dit idee van. De rode golven hier, die hebben een hogere frequentie, maar een kleinere golflengte. En de blauwe, een lage frequentie en een lange golflengte. Dat is hier nog een keer aangegeven. Als de golflengte groot is, is de frequentie klein en andersom. Maar hun snelheid is wel gelijk. Dus ze lopen allebei even hard. En hier even een overzicht met stappen van 100. We beginnen met golven van 100 meter, elektromagnetische golven van 100 meter. En dat is AM-radio, de oude radio 747 bijvoorbeeld. De frequentie die erbij hoort is een megahertz. Een miljoen hertz. 100 keer zo klein. Dan krijg je FM en GSM ongeveer. En dat zit in de buurt van de 10 tot de 8e. 100 megahertz. Nog een keer 100 keer zo klein. Dan krijg je magnetron golven. Microwave golven. En nog een keer 100 keer zo klein. Daar zit infrarood, warmtestraling. Weer 100 keer kleiner, zichtbaar licht. Nog een keer 100 keer kleiner, ultraviolet. Weer 100 keer kleiner, röntgenstraling. En nog een keer gamma's. En daar houdt het mee op, voor zover we weten. Je kunt ook zeggen dat de temperatuur van de straling neemt op naarmate de frequentie groter wordt. Nu is het zo dat stralingsenergie in pakketjes reist, energiepakketjes, en die heten fotonen. En dat betekent dat straling zowel golf als deeltje is. Qua vorm is het een golf, maar qua energie zijn het deeltjes. En de energie van één foton is evenredig met de frequentie van die golf. Aantal trillingen per seconde. En dat betekent dat bijvoorbeeld als je de frequentie twee keer groter maakt, wordt de energie evenveel groter. Hier hebben we de soort nog even. De radiogolven, zichtbaar licht en gammastraling. Hier is de golfvorm. Grote golflengte maar kleine frequentie. Hier heb je kleine golflengte maar grote frequentie. En dat betekent dat de energie van een radiogolffoton veel kleiner is dan die van een gammastralingsfoton. Nu is de golflengte van een gammastralingsfoton ongeveer even klein als een atoomkern. En een radiogolf spoelt over die atomen heen. Dus daarom brengt één gammastralingsfoton veel meer schade dan één radiogolffoton. Nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar stralingsgolven, magnetische straling van hoogspanningsleidingen, daar zit een golflengte in van 50, een frequentie van 50 hertz, het lichtnet. En de golflengte van die straling is ongeveer 6000 kilometer. Dus alle atomen en moleculen levende wezens die gaan zo'n beetje op en neer, net zoals lange golven in de oceaan. Dus er is weinig effect op atomen, moleculen of levende wezens te verwachten, zo te zien. Nou, nog even een overzicht. De deeltjes. Je hebt de kern met elektronenschillen in de atoom. De kern bestaat uit protonen en neutronen. En elk bestaat uit quarks. Straling. We hebben lange en korte golven. Als de golflengte groot is, is de frequentie klein. Stralingsenergie reist in pakketjes en de energie van een foton is evenredig met de frequentie.
En nu gaan we naar de oerknal. De oerknal. Ontwikkeling en details. Die ontwikkeling van het heelal gebeurde zo ongeveer in de volgende volgorde. We begonnen met pure energie, die zich manifesteerde in de vorm van straling. Die maakte quarks, vervolgens neutronen. En neutronen produceerden protonen met elektronen. En die samen met de neutronen die vormden de atoomkernen. Met elektronen erbij leverde dat ons atomen op, uiteindelijk met een hele grote stap naar sterren en sterrenstelsels. Dit was de opbouw van een atoom, met de quarks erin, proton, neutron, kern, nucleus en het hele atoom. En de opbouw van het heelal ging dus van klein naar groot. We beginnen met het begin. En het begin heette de Planck-tijd. En in die Planck-tijd, dat was een hele korte tijd, 10 tot de macht min 43 seconden, dus dat betekent een 1 met 42 nullen, of eigenlijk met deze nul erbij 43. En de temperatuur was heel hoog, namelijk een 1 met 32 nullen in Celsius. Wat gebeurde er toen? Voor dat tijdstip bestond er geen tijd, geen ruimte, geen energie en geen massa. En er was leegte. En je kunt eigenlijk zeggen van ja, dat bestond ook eigenlijk niet eens. Plotseling werd er energie gevormd. Nou, hoe dat kan, daarover straks. Maar energie komt alleen in pakketjes voor, hebben we gezien. Bijvoorbeeld fotonen. En straling heeft er snelheid, dus straling heeft ruimte nodig. Nou, stel je voor dat het begin heelal een zeer kleine kubus was. Met afmetingen die bijna nul zijn. 10 tot de macht min 35 meter. Dus een 35 nullen en dan een 1. Hier is die kubus. In die kubus kunnen alleen passende golven blijven bestaan, want anders doven ze zichzelf uit. Het is dus een zeer kleine golflengte, dus dat betekent een zeer hoge frequentie. En aangezien de energie van fotonen gekoppeld is aan de frequentie, betekent dat ook zeer hoge energie en druk. En toen ontstond er een kwantumfluctuatie. Wat is een kwantumfluctuatie? We moeten kijken naar de onzekerheidsrelatie van Heisenberg. En die zegt, hoe nauwkeuriger een plaatsbepaling is, des te onnauwkeuriger is de snelheidsbepaling. Dus als je precies weet waar iets zich bevindt, dan kun je niet zeggen hoe snel het beweegt. En normaal hebben we daar geen last van, maar op het hele kleine atomair niveau wel. Maar snelheid, dat kun je zien als een verandering van de plaats in de tijd. En dat betekent, Heisenberg geldt voor alle grootheden, ook voor energie. En dat betekent dus dat er nooit ergens permanent energie gelijk aan nul kan voorkomen. Want als het zo zou zijn, dan zou de verandering van de energie ook nul zijn. En dat kan niet op atomair niveau. En wat wel kan, blijkt, dat is dat je telkens overgangen hebt van 1-0-1-0-1 enzovoorts. En dit is een voorbeeld van een kwantumfluctuatie. Dus er was niks en plotseling was er wel wat. Hoe groot was die beginkubus? Nou, de afmetingen waren ongeveer 10 tot de macht min 35 meter. En om een indruk daarvan te krijgen, stel je blaast een klein zandkorreltje van een tiende millimeter op tot de grootte van het heelal. Dan zou de beginkubus daarin ongeveer weer een zandkorreltje zijn. En die afstand heet dan de Planck-lengte. Dat is de minimaal mogelijke afstand. En de Planck-tijd, dat is dan de tijd waarin straling met de lichtsnelheid die Planck-lengte aflegt. En dat is de kortste tijd die mogelijk is. We hebben dus deze situatie in het begin, de Planck-tijd met zeer hoge energie en straling. Er is een
kwantumfluctuatie. De volgende fase. Van 10 tot de macht min 37 naar 10 tot de macht min 12, dus dat is 1 biljoenste van een seconde. En de temperatuur zakt tot 10 tot de 16e graden Celsius. En wat gebeurt er dan? Dan explodeert die beginkubus. Enorm snel, in 1 biljoenste seconde. Hier hebben we dat staan. Hier was die beginkubus met kleine golflengte, hoge frequentie, hoge energie. En om de kubus heen bestaat er niks. Er is leegte, ja, leegte zelfs ook niet. Het gevolg is een inflatie met een snelheid die veel groter is dan de lichtsnelheid. Alsof een opgeblazen ballon uiteenklapt in het luchtledige. En de energie en straling wordt enorm vermenigvuldigd. Hoe dat kan, daarover straks. En het eind van de inflatie, dat betekende dat de grootte van het heelal ongeveer gelijk is aan de huidige grootte van de aarde. Even tussendoor, waarom is dat idee van inflatie waarschijnlijk? Nou, we meten nu straling van sterrenstelsels op ongeveer 14 miljard lichtjaar afstand op het moment van uitzenden. Dus dat die straling heeft dus al 14 miljard jaar gereisd met de lichtsnelheid. Dus moet het heelal op het moment van uitzenden al minstens die 14 miljard lichtjaar groot geweest zijn. Nou, dat kan alleen met het inflatiemechanisme verklaard worden. Zo plotseling, zo groot. En nu een belangrijk punt, waar komt de benodigde energie vandaan? Nou, er zijn twee soorten energie, positieve en negatieve. Positieve, die heb je in deeltjes die je maakt, straling die je maakt. En negatieve, die is aanwezig als deeltjes van quarks tot sterren elkaar aantrekken. Want het kost energie om ze uit elkaar te trekken. Dus als ze nog bij elkaar zijn, is er negatieve energie. Je moet denken aan de maan en de aarde, de zwaartekracht, plus- en minlading met elektrische kracht, enzovoorts. En tijdens de inflatie kan er eerst evenveel negatieve als positieve energie worden geschapen, waarbij het totaal nul is. En later wordt dat minder omdat de afstanden groter worden, dus de energie om ze uit elkaar te trekken wordt dan kleiner. En er is dan steeds minder negatieve energie beschikbaar. En op een gegeven moment stopt dat. En dan stopt ook de creatie van de positieve energie. En dat is het einde van de inflatie. Nou, we zijn nu zover. We hebben inflatie gehad. En straling wordt gecreëerd. De volgende fase. Na ongeveer de fase van de inflatie krijgen we de fase van de expansie. En die duurt dus nog steeds. Het is ongeveer 1 biljoen graden Celsius en we zitten ongeveer op een miljoenste seconde. De expansie begint. En dan worden uit de straling deeltjes gecreëerd en geannihileerd. Wat is dat? Hier is de situatie. We beginnen met straling. Die straling creëert quarks. Die quarks groeperen zich tot neutronen. Maar even tussendoor. Wat zijn antideeltjes? Ofwel antimaterie. Het blijkt dat alle soorten deeltjes ook een soort antideeltjes hebben. Die hebben dan dezelfde massa, maar tegengestelde lading. Indien aanwezig, want neutronen hebben geen lading. Tegengestelde quarks. Indien aanwezig, want elektronen hebben geen quarks. Het antideeltje van een elektron is een positron. Elektron is negatief, een positron positief. En op aarde worden die geproduceerd, bijvoorbeeld in radioactief verval. En voorbeelden daarvan zijn, de isotoop jodium-131 produceert bij verval een elektron en dat wordt gebruikt bij bestraling, de schildkliertherapie. Fluor-18 produceert een positron en dat wordt gebruikt in PET-scanners.
Nou, wat is nu annihilatie en creatie? Stel, je hebt een deeltje en een antideeltje. Als die twee elkaar ontmoeten, dan annihileren ze elkaar. Er ontstaan twee fotonen. De deeltjes zijn weg en er zijn nu fotonen. Als een deeltje en een overeenkomstig antideeltje elkaar ontmoeten, dan annihileren ze met productie van twee fotonenstraling. En dat gebeurt volgens ESMC-kwadraat. Waarbij E de energie is van de twee nieuwe fotonen en M de massa van de twee verdwenen deeltjes. En C de lichtsnelheid. Anderzijds kun je ook creatie hebben. Een foton kan, onder bepaalde omstandigheden, kan verdwijnen waarbij de energie wordt gebruikt voor productie van massa. Een deeltje-antideeltje paar. Bijvoorbeeld hier, een foton, dat verdwijnt en er komen twee deeltjes, een deeltje en zijn antideeltje. Zo, dit was de situatie. En zo zijn quarks en neutronen gevormd. Met antineutronen en antiquarks. En nu is het iets raars aan de hand. Als de expansiesnelheid toen 1 op 10 tot de 15e groter of kleiner was geweest, was het gewoon niet gelukt met het heelal. Dan was het vroegtijdig weer in elkaar gestort of juist geëxplodeerd. Hoe ver zijn we nu? We hebben nu energie gehad, straling is gemaakt, quarks en antiquarks en neutronen en antineutronen. En die neutronen die zwerven vrij door het heelal rond. De tijd is nu een miljoenste seconde en biljoen graden. De volgende fase. We gaan nu wat langzamer, we gaan nu naar 1 seconde en we zitten nu op 10 miljard graden. De annihilatie die stopt. En nou is het gekke, hij stopt niet helemaal. Er blijft een beetje materie over. Antimaterie verdwijnt helemaal, maar er blijft een beetje materie over. En wat er dan gebeurt is dat neutronen gaan vervallen. En een neutron verdwijnt en maakt daarbij een proton en een elektron. En die zijn vrij. Kunnen we hier zien. De quarks en antiquarks. Neutronen en antineutronen gaan elkaar annihileren en op een gegeven moment stopt dat en er blijft dan maar een klein beetje materie over, 1 op 10 miljard. Nou, een klein beetje betekent ongeveer 10 tot de 80ste deeltjes, dus dat is een 1 met 80 nullen. Nu krijgen we een neutronverval in een proton en een elektron. Dit is de formule en zo zag het er ook alweer uit met die neutronen enzovoorts. Massa 1 en 1, lading 0 en 1 en een elektron heeft een veel kleinere massa, maar een lading min 1. En zo was de opbouw in het atoom. Een proton en een neutron die zaten samen in zo'n kern. En je kunt zien dat als een neutron vervalt in een proton en een elektron, dan blijft de totale lading gelijk. De totale lading blijft 0. En de massa blijft gelijk. Al die deeltjes die bewegen nog vrij, niet gebonden. Het is nog veel te heet, 10 miljard graden, om bindingen te kunnen ondersteunen. En vrije elektronen die hebben de mogelijkheid om straling te verstrooien. En daardoor wordt het heelal ondoorzichtig. En dat heet de Dark Ages of the Universe. Dat was deze situatie, het heelal is ondoorzichtig. Je hebt protonen en elektronen gekregen die vrij bewegen. En nu komt de volgende fase, dus ongeveer van 1 naar 100 seconden, 1 miljard graden, de vorming van de eerste atoomkernen, ofwel nucleosynthesis. Nou, qua deeltjes zijn er nu protonen, neutronen en elektronen. Hier is nog even het schema. En die zijn allemaal vrij. Bewegen vrij rond. De temperatuur zakt en nu is het mogelijk om de eerste kernen te vormen. De bouwstenen daarvoor zijn de protonen en neutronen en je ziet dat waterstof en zwaar waterstof, ofwel deuterium worden gevormd, helium,
licht helium en normaal helium, zoals we dat nu nog kennen. En het is nu zo dat alleen kernen worden gevormd. Het is nog veel te heet om atomen te vormen, want het is nog ongeveer 1 miljard graden Celsius. En de verhouding waterstof en helium is ongeveer 77/23%. En het gekke is dat die verhouding is nog steeds in het heelal aanwezig. We hebben dus nu nucleosynthesis gehad met waterstof en helium. De volgende fase. Nu krijgen we in een tijdsbestek van ongeveer 100.000 jaar, in feite is het ongeveer 300.000 jaar, atoom- en stervorming. En de temperatuur is ongeveer 1000 graden. En aangezien we atoomvorming krijgen, worden de elektronen gebonden en het heelal wordt doorzichtig. Elektronen worden gebonden aan kernen. Je krijgt atomen. Bijvoorbeeld een proton en een elektron, die maken een waterstofatoom. Elektronen zijn nu gebonden en een gebonden elektron verstrooit geen licht meer, kan het wel absorberen, maar niet meer verstrooien. En daardoor wordt het heelal doorzichtig, zoals nu. De zwaartekracht zorgt ervoor dat de atomen tot wolken samentrekken en dat gaat steeds verder en verder. De temperatuur gaat omhoog en door kernfusie ontbranden de eerste sterren. Dat hebben we hier in deze fase gehad, ongeveer 100.000 jaar. De temperatuur is 1000 graden. We gaan van atomen tot sterren, de eerste sterren. De volgende fase. Ongeveer 100 miljoen jaar, de temperatuur is min 170 graden in het heelal, ongeveer 100 Kelvin. En nu krijg je de vorming van sterrenstelsels en daarbij zwarte gaten. Vanaf ongeveer 100 miljoen jaar gaan de sterren steeds naar elkaar toetrekken en ontstaan sterrenstelsels, meestal met een spiraalvorm, bijvoorbeeld Andromeda. Er zijn meer dan 200 miljard sterrenstelsels, een 2 met 11 nullen. En elk heeft gemiddeld 200 miljard sterren, ook weer een 2 met 11 nullen. Dus totaal ongeveer een 4 met 22 nullen aan sterren. Een voorbeeld is Andromeda, onze zuster Melkweg. En om daarvan een indruk te geven, heeft de Hubble-telescoop een aantal detailopnamen gemaakt aan de rand, op weg naar de kern en in de kern. Aan de rand, op weg naar de kern en in de kern. En hier is de situatie aan de rand. Dit zijn alle puntjes zijn sterren van Andromeda. En Andromeda is ongeveer hetzelfde, een zuster Melkweg van onze Melkweg, zoals je weet. Tweede plaatje is op weg naar de kern. Je ziet dat de concentratie is alweer een stuk hoger. En in de kern ziet het er zo uit. Zo verschrikkelijk veel sterren. Zwarte gaten en melkwegstelsels. Een zwart gat is in feite een extreem grote massa, waarbij de ruimte zo sterk gekromd is dat de lichtstralen, zoals wel gezegd wordt, op de wand van de kuil blijven rondlopen en er niet meer uit kunnen. En als nu een zwart gat roteert, dan lekt het een magnetisch veld op. En daardoor worden stromen, geladen deeltjes, uitgestoten langs de as. En dat kun je zien hier. Blauw betekent in onze richting en rood betekent van ons af. Hoe kan het nou dat zelfs licht niet uit een zwart gat kan ontsnappen? Want lichtdeeltjes zijn fotonen, die hebben geen massa, die voelen toch geen zwaartekracht? Wel, de algemene relativiteitstheorie zegt, massa en ruimtekromming zijn twee equivalente beschrijvingen van de werkelijkheid. Dit is een plaatje daarvan. Nou legt licht de kortste weg af in een vierdimensionale ruimte, drie ruimtelijke dimensies en de tijd. Vergelijk een vliegtuig dat de kortste weg vliegt over het aardoppervlak.
zoals hier. Boven de bol is dat de rechte lijn, als je dat zo zou zien, maar in werkelijkheid is de lijn gekromd. En die situatie hebben we hier ook. Dit is de waargenomen positie van een ster. Je denkt dat de ster hier staat, maar in werkelijkheid waren de lichtstralen die van de ster afkwamen ingevangen geweest in een zwaartekrachtsveld. En dat betekent dat de actuele positie ergens anders is. Nu is bij een zwart gat diep het zo diep en steil dat zelfs lichtstralen er niet meer uit kunnen en dan rond dat zwarte gat blijven ronddraaien. Goed, we hebben nu deze situatie, sterrenstelsels, zwarte gaten met melkwegen eromheen en nu krijgen we de volgende fase, vorming van zonnestelsels. Nou, dat is na 1 miljard jaar na de Big Bang geweest, ontstaan van zonnestelsels. Na 1 miljard jaar na de Big Bang. Een stofwolk van eerdere sterrenexplosies, een moleculaire wolk met daarin eerder geproduceerde elementen. De stofwolk begint samen te trekken door de zwaartekracht, daarbij ontstaan wervelingen en uiteindelijk een zon en planeten en asteroïden daarin. Ons zonnestelsel. Om een indruk te krijgen van de grootte daarvan. Stel, we verkleinen dat zonnestelsel totdat de afstand zon-aarde een meter is. Dus deze situatie. Op die schaal is de zon maar een knikkertje van een centimeter. En de aarde is een heel klein zandkorreltje. En dan zijn er nog een paar andere zandkorreltjes, Venus en Mars en zo, en Mercurius, dergelijke. En op deze schaal staat de dichtstbijzijnde knikker, dus dat is dan de ster Proxima Centauri, op ongeveer 300 kilometer afstand. En daartussenin is helemaal niets, helemaal niks, alles leeg. Waar zijn we nu? We hebben nu de ontwikkeling van zonnestelsels gehad, 1 miljard jaar ongeveer na de Big Bang. En de volgende fase is vandaag, 14 miljard jaar. En wat uiteindelijk is overgebleven, dat is de achtergrondstraling van min 270 graden Celsius, ofwel 3 Kelvin. We zijn nu in het nu. En dat is 14 miljard jaar na het begin. We hebben een expansie gekend en tot 7 miljard jaar was dat vertraagd, maar na 7 miljard jaar ongeveer gaat het weer sneller. Nou is het gek, van ons uit gezien lijkt het alsof alle sterrenstelsels wegvliegen. En heeft dat nu als consequentie dat we in het middelpunt van het heelal zijn? Nou, stel je een cake voor met krenten die aan de reizen is. Dan vanuit, als je vanuit elke krent kijkt, dan lijken alle andere krenten zich te verwijderen. En de krenten zelf worden niet groter, maar de cake wordt groter. De ruimteafmetingen worden groter. En zo is het ook in het heelal. De ruimte wordt groter, niet de deeltjes en de sterrenstelsels die erin zitten. En het antwoord is dus nee, wij zijn niet het middelpunt van het heelal, helaas. Langzamerhand zijn we toe aan de structuur op zeer grote schaal. Als functie van de tijd ziet het er zo uit. De sterren trekken zich samen tot een soort kosmisch web, waarbij elk puntje een sterrenstelsel is. En die sterrenstelsels vormen slierten met daartussenin donkere materie. En die donkere materie, daarvan kennen we vooralsnog niet de eigenschappen. Het is ook helemaal niet zeker dat die donkere materie er ook is. Hier ziet u het kosmisch web met daarin concentraties in slierten van sterrenstelsels. Elk puntje is een sterrenstelsel. De structuur op zeer grote schaal heeft dus de structuur van een web. De donkere materie is nodig om de zwaartekrachtseffecten te kunnen verklaren, want anders kun je niet verklaren waarom een spiraalstelsel ontstaat.
Als je alleen af zou gaan op de sterren erin, dan is er gewoon te weinig massa om de boel bij elkaar te houden. Daarvoor heb je die donkere materie en donkere energie nodig. Een voorbeeld is onze Melkweg. Die maakt deel uit van het Virgo-cluster met melkwegen. En dat Virgo-cluster is weer een onderdeel van de Laniakea supercluster. Hier is ons supercluster, Laniakea, en hier is onze buur, die zich in het sterrenstelsel Perseus Pisces bevindt. En Pisces betekent vissen. En even in de gaten houden, alle stipjes hier zijn sterrenstelsels. Hier nog eventjes een beeld. Het gekke is dat het lijkt alsof al die sterren en sterrenstelsels die hierin zitten aangetrokken worden door één punt dat zich hier bevindt. En dat heet de Great Attractor, de grote aantrekker. Hier zit ergens onze Melkweg. En dit is het Virgo supercluster in het sterrenbeeld Maagd. En deze hele structuur is dan het Laniakea supercluster. Nou, wat is de toekomst? Hier zijn we nu. We hebben de Big Bang gehad, de inflatie, vervolgens de expansie die langzamer ging en daarna weer sneller is gegaan. En nu is de vraag in welke richting gaat het. Blijft het zo met constante donkere energie? Valt de boel uiteindelijk uit elkaar? Of gaat de boel weer terug naar het begin? Dat is de vraag. En hier nog even een overzicht. We zijn begonnen met de Plancktijd, kwantumgedrag, vervolgens inflatie, waarbij straling gecreëerd is. En uit die straling is uiteindelijk de hoeveelheid quarks en antideeltjes, neutronen, ontstaan. Die neutronen hebben zich gesplitst in protonen en elektronen. Die vormen kernen. Kernen met elektronen eromheen vormen atomen. En atomen wolken. Vervolgens de eerste sterren. De sterren vormen melkwegen met zwarte gaten. Melkwegen rondom de sterren worden zonnestelsels gevormd. En dit is ongeveer de huidige situatie met achtergrondstraling in het millimetergebied. En dit is het eind van de presentatie. Dank u zeer voor de aandacht.